Welkom bij 42 Actueel, met deze week de volgende onderwerpen. De gemeente is druk bezig met de voorbereidingen om de opvang van Oekraïense vluchtelingen een goede start te laten maken in de buitenhaven van Lage Zwaluwe. Dit doet men onder meer door het oprichten van een klankbordgroep. In deze groep zitten bewoners uit de Amerhoeve, Prinsenheel en elders uit Lage Zwaluwe. Ze denken mee met de gemeente over tal van zaken die hierbij komen kijken. Als u ook een klankbordgroep wilt bijwonen, bent u van harte welkom. Laat dit weten via mailadres oekraïne@drimmelen.nl. De gemeente geeft dan aan wanneer de eerstvolgende klankbordgroep is. Dit is meestal op woensdag. Op dit moment is de locatie Bisla. Veel mensen binnen en buiten Lage Zwaluwe willen helpen bij de opvang van vluchtelingen. Wilt u zelf iets doen of hoort u dat mensen iets willen bijdragen? Stuur gerust een mailtje. Ad van Dijk, een cameraman van onze omroep, zag vorige week dat het cruiseschip in Lage Zwaluwe afgemeerd werd. Hij heeft daar beelden van gemaakt. Naar verwachting worden deze week de eerste vluchtelingen verwelkomd. Op woensdagavond 21 december wordt Boy Scholtze tijdens een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van Drimmelen. Na afloop is er een receptie in het gemeentehuis waarbij gelegenheid is om kennis te maken met de nieuwe burgemeester en zijn partner en hem persoonlijk te feliciteren met zijn benoeming. Na afloop van de raadsvergadering vindt in het publiekshal in het gemeentehuis een receptie plaats. Inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verenigingen zijn van harte welkom. Aanmelden voor het bijwonen van deze avond kan tot 12 december. Door een e-mail te sturen naar griffie@drimmelen.nl. Op 24 november hebben de protestantse kerken van Made en Drimmelen in de Molshoop in Made een samen soepenmaaltijd georganiseerd. Jong en oud, gezin of alleenstaand, iedereen was welkom. Het doel van deze bijeenkomst was elkaar te ontmoeten en te genieten. Omroep Drimmelen was daarbij. Deze maand bestaat schaakvereniging Het Paardje 50 jaar. Om dit te vieren is op vrijdagavond 9 december een jubileumfeest. Alle leden, zowel jeugd als senioren en oudleden, zijn met partner van harte welkom. De avond wordt gehouden in partycentrum Het Trefpunt aan het Raadshuisplein 1A in Made. 'S Avonds om 8 uur, van 8 uur tot 11 uur en voor jeugdleden is er vooraf van 7 tot 8 s'avonds een leuke activiteit opgezet. Belangstellende leden en oudleden kunnen zich per mail aanmelden bij pierrejaspers@ziggo.nl. Op deze avond staat ook de gezelligheid weer met stip op 1. NL Alert bestaat deze maand 10 jaar. Inmiddels werd het alarmmiddel vaak zinvol ingezet in verschillende situaties. Van grote branden en onverwacht noodweer tot de huldiging van Feyenoord en een ontsnapte giftige slang. Binnenkort ontvangt heel Nederland weer een NL Alert. Maandag 5 december rond 12 uur zendt de overheid een NL Alert testbericht uit. Uit onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de Brabanders die het testbericht ontvangen een NL Alert ook herkennen, ook bij een noodsituatie. In het testbericht staat overigens duidelijk dat het om een test gaat. Let wel op, het NL Alert kan hard klinken als je oordopjes of een koptelefoon gebruikt. Op zaterdag 26 november zaten beginnende en gevorderde judoka's van de judoclub Made een beetje gespannen klaar voor hun bandexamen. In judo verdien je een gele, oranje, groene, blauwe, bruine of zwarte band als je laat zien dat je de handelingen beheerst die daarbij horen. Van klein tot groot deed iedereen zijn best om de in de lessen geleerde vaardigheden te demonstreren. En dat is gelukt. Iedereen mocht uiteindelijk een nieuwe kleurband in ontvangst nemen.
op de locatie aan de Zeilbergstraat, waar eerder familiebedrijf Van Iersel Geveltechniek gevestigd was, wordt de laatste fase van de nieuwe woonwijk Het Venster van Made gerealiseerd. In Het Venster van Made bouwt men woningen voor verschillende doelgroepen en zie je naast woningen ook insectenhotels, vogelhuisjes, groepjes fruitbonen, bomen en veel verschillende vaste planten en hagen. De officiële start van de eerste fase werd op 22 november door het plaatsen van een vloerplaat feestelijk gevierd in het bijzijn van de toekomstige bewoners. Dat was tevens een mooie gelegenheid om elkaar als buren live te ontmoeten. Naar verwachting zullen de meeste kopers komend jaar de sleutel van hun nieuwe onderkomen ontvangen. Omroep Drimmelen maakt een korte impressie van deze feestelijke opening door wethouder Lieke Schuitmaker. Welkom. Mijn naam is Arno van der Heijden, eigenaar bij Van der Heijden Bouw en Ontwikkeling en de ontwikkelaar van dit project. Een speciaal welkom aan Lieke Schuitmaker, de wethouder. Ad van Iersel, degene waarvan wij het plan hebben mogen kopen. En jullie kopers van de derde fase van de Venster van Made. Waarom zijn we vanmiddag hier? Met name voor kennismaking. Zoals jullie hebben gezien staan jullie allemaal met kleurtjes bij elkaar. Dat zijn de blokken waarin jullie komen te wonen of bij jullie buren. Vandaag staan we hier op het oude terrein van Iersel Geveltechniek. Uiteindelijk hebben we die in 2017 gekocht. Op het moment is Vissers Ploegmakers bezig met het woonrijp maken van fase 1. En die zal de bouw volgen. Dus als jullie hier straks wonen, dan zal het vrij snel daarna ook helemaal woonrijp zijn. Nou, ik geef graag het woord aan Lieke Schuitmaker, de wethouder. Ja, volgens mij is dat wat het zo mooi maakt om in een straat te wonen en in een dorp te wonen. Is dat je elkaar kent en elkaar nog eens een beetje kan helpen. En bij de buurt barbecue kan opzoeken. En het is echt super mooi om te zien dat op dit terrein in 3 of 4 fases uiteindelijk 87 woningen worden neergezet. Dit was dan weer 42 Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. Volgt u ons ook op de social media van Omroep Drimmelen? We zien u graag weer volgende week.